Op dit gezegend ogenblik houdt men de Grimbergen in aanwezigheid van een minister en andere sterrenkundigen een volkssterrenwacht boven de doopvont. Een volkssterrenwacht... Dat is een instelling waar het publiek toegang krijgt. Waar hun de gelegenheid gegeven wordt in de ruimte te kijken. Je moet wel weten dat gewoonlijk in een officieel observatorium is het publiek niet toegelaten. In onze noordelijke streken zijn de klare nachten zeer raar en dan moeten de instrumenten ter beschikking blijven van de vaklui voor hun waarnemingen, hun foto's, hun berekeningen. Terwijl hier, waar wordt u juist het publiek verwacht? Zei ons de glunderende initiatiefnemer Pater Pieraerts. Bovendien krijgt u een hoop technische gegevens en door telescopen en andere kijkers mag u een diepgaande blik werpen op de immense schoonheid van de ruimte. Alleen in Grimbergen krijgt u daartoe volop de kans. Ja, dat is wel eigenaardig. In naburige landen, gelijk in Duitsland bijvoorbeeld, is er bijna geen één grote stad zonder een volkssterrenwacht. Hier is dat nog niet gebruikelijk. Wij zijn daarmee vertrokken en hopen dat ons voorbeeld zal nagedaan worden. Toen Pieraerts kloosterling werd, kreeg hij een kloosternaam. Dat was bij ons gebruikelijk. Je moest alles van de wereld die slecht was afleggen. Nu denken we daar natuurlijk anders over. Maar Pieraerts, die heette eigenlijk Thomas met zijn doopnaam. En toen hij in de abdij kwam, kreeg hij de kloosternaam Godfried. En Godfried, het was een Norbertijnse heilige. En dat was zo'n traditie gedurende eeuwen dat wij een kloosternaam kregen. Dat is verdwenen in de 70er jaren. Maar dus zowel Thomas als Godfried, de familie die zei altijd nonkel Thomas. En wij zeiden Godfried. Wat die familie betreft trouwens, je hebt altijd horen vertellen dat hij inderdaad wel uit een welgestelde familie kwam. Klopt. En niet alleen welgesteld, maar ook ja, met de nodige connecties. Ja, hij kwam uit een, zo zeg ik het altijd, uit een welstellende, aristocratisch, Franstalige familie uit Antwerpen. Hadden veel relaties, ook in het zakenleven. En dat kwam nadien bij de bouw van Mira van pas. Hij was namelijk van... De familie had een buitenverblijf in de Walen, in de Ardennen. En als kleine kerel liep hij al met een sterrenkijker onder de arm, omdat hij wist, in Wallonië, daar zijn geen lampen. Daar is de lucht zuiver, daar kun je mooie dingen bekijken. Dus hij was als kleine jongen eigenlijk al gegrepen door de astronomie. En toen in de 60er jaren hier het Veenkshof gebouwd werd, er stond hier een oud gildenhuis en een parochiezaal en een bibliotheek, en die waren totaal versleten. Men had het plan gemaakt om het Veenkshof uit te bouwen met een grote zaal. Toen heeft hij, vooral ook met tussenkomst van zijn familie en van zijn relaties, de bovenverdieping, die eigenlijk als kruipzolder zou moeten dienen, wat kunnen ophogen. Waardoor hij een volwaardige sterrenwacht en dan, wat hij zelf al zei, volkssterrenwacht uitgebouwd. Het was een privé-initiatief, het eerste in ons land. En het duurde niet lang of hij was heel vlug bevriend met Armand Pien, die er eigenlijk al lang van droomde om in elke provincie een sterrenwacht te hebben. En ondertussen is dat ook gebeurd. Maar Pien was eigenlijk een regelmatige bezoeker en een regelmatige spreker en een hele persoonlijke vriend van Pater Pieraerts. Alhoewel ze op ideologisch gebied helemaal verschillend waren, maar daar werd nooit over gediscuteerd. Het ging over sterrenkunde en over de wetenschap en dat was het. En Pieraerts heeft met zijn eigen handen hier heel veel en heel hard gewerkt. Had van in het begin ook een hele partij jongelui, assistenten, om op allerlei manieren mee te werken. En zo is dat geleidelijk aangegroeid. Pien was natuurlijk ook op sterretjesvangst. We hoorden hem praten met Pater Pieraerts, initiatiefnemer en hoofdsterrenwachter. Sterrenbeelden die wij normaal aan het hemelgeweld zien prijken. En is het ook zo, Pater, dat in een officiële sterrenwacht de astronomen moeten gebruik maken van de heldere nachten om waarneming te doen. Er zijn in ons land zo weinig heldere nachten. En als ze dan werkelijk waarnemen, is het onmogelijk dat bezoekers kunnen komen, want die zouden de astronomen storen. Ja, meneer Pien, het is juist daarom dat wij deze sterrenwacht volkssterrenwacht genoemd hebben, omdat hier het publiek dus verwacht wordt, welkom is.
Hier kunnen wij hen enige technische gegevens leren, vooral aan de hand van dit planetarium dat opgericht is voor de gevallen van slecht weder. Maar vooral zal hun de gelegenheid geboden worden van een kijk te nemen door een machtig instrument. Als mij iets bijgebleven is van Pater Pierarts, dan is het zijn enthousiasme en zijn vaste wil om telkens nieuwe technieken, nieuwe telescopen, ongebruikelijke zaken naar voren te schuiven. En ik denk in dat verband aan de heliostaat, aan Protuberanzenkijker, aan andere zaken in diezelfde richting. We denken aan meteosat-installaties, radioantennes, etc. Dat was zeer ongebruikelijk in die tijd. En dat was Pierarts ten voeten uit. Een tweede zaak die zeker bijgebleven is, is het feit dat hij in staat was om een hele hoop mensen rond zich te verzamelen die konden zorgen voor financiering en voor promotie. En misschien in dat verband waren de bezoeken van koning Boudewijn, zowel privé als publiek, zeker tekenend. Nu, u zegt, hij heeft dan met zijn eigen handen gebouwd. Maar hij was ook iemand die, wij kennen hem nu als de man die de sterrenwacht opgericht heeft. Maar uiteindelijk, dat is iets dat hij gedaan heeft op latere leeftijd, eigenlijk nadat hij op rust was. Maar ik hoor altijd zeggen dat ook daarvoor, dat hij zo iemand was die zo'n beetje overal ingezet werd als er iets moest uit de grond gestampt worden. Ja, ja. Want trouwens, je vertelt het nu als zijnde een confrater. Maar was hij eigenlijk wel een confrater van de Abdij van Grimbergen? Van oorsprong niet. Hij is in het park binnengetreden. Maar omwille van zijn vooruitstrevende visie en zijn ingesteldheid lag de verhouding met de abt moeilijk. Hij was geen man om ruzie te maken of om met spanningen te leven. Hij is gewoon van park naar Grimbergen gekomen met de nodige toelating. En hij had juridische stappen kunnen zetten, maar hij hield niet van die poesmas. Maar hij was bij ons en hij was voor 100% een confrater. Ik herinner mij nog, ik ben in 56 hier komen wonen. Hij een paar jaar later, en toen was er nog geen tv, nauwelijks radio was er wel, maar bandopnemers die begonnen toen te komen. En er waren van die hele grote zware kasten met die grote bobijnen. En hij had er al een hele partij van die bobijnen met hele mooie klassieke muziek. Wij hadden toen als student niks in die jaren. En hij bezorgde ons zondags namiddags culturele namiddagen. We beluisterden dan op een bandopnemer in een zaal in de abdij hele mooie muziek en hij gaf de nodige uitleg. Dus het was een man van wetenschap, van cultuur, met een ondernemingsgeest, buitengewoon. Herwig, jij bent als vrijwilliger al tientallen jaren actief hier op Mieren. Jij hebt dus ook Pater Pierarts nog in levende lijven meegemaakt. Wat heb jij vooral onthouden van de man in kwestie? Ja, ik heb hem 5 jaar gekend, van 1979 tot aan zijn dood. En wat mij van hem vooral is bijgebleven is de neus voor nieuwigheden die hij had. Dat was echt een neus voor nieuwigheden. En hij is dus een van de pioniers geweest hier op de Volkssterrenwacht om een pc, een personal computer, in huis te halen. Wat eigenlijk, als je dat tegenwoordig zou wegdenken, ja, dan bestaat de sterrenwacht gewoon niet meer. Want hij is daar eigenlijk ooit mee begonnen, begin jaren 80. De meeste mensen wisten zelfs nog niet eens wat een pc was. Maar hij wel, en heeft er dus ook zelf ook één voor persoonlijk gebruik. Hier ook vaak op de sterrenwacht geplaatst. Gerion, je had het daar net al over onder andere Armand Pien als een vaste gast en iemand die ook een beetje mee aan de oorsprong lag van Mira. Maar ik hoor altijd spreken over nog een andere persoon die bijna als een vaste gast mag beschouwd geweest zijn, koning Boudewijn. Natuurlijk. De koning was een sterrenkundige liefhebber. Die had in Spanje ook een telescoop en zo, hè. En die is hier 4 keren onofficieel geweest en 1 keer officieel en op uitnodiging van ons toen Mira 25 jaar bestond. En ik herinner mij dat de kolonel van de koning, die voor de kleine uitstapjes
verantwoordelijk was. Dat was de vader van twee van mijn studenten in het regentaat. Dus ik kende die man als vader. En die belde mij op maandag in de Goede Week en hij zei, kolonel van Kerkhoven, zo heette die man, pater, mag de koning vanavond naar de sterrenwacht komen? Ik zeg, ja natuurlijk, er is zelfs nog wat te zien, de komeet van Halley is aan het rondgaan. Ja, ja, de koning is op de hoogte. Je mag tegen niemand iets zeggen, om 7:15 zijn we er. We hadden die avond toevallig jeugdkern. 8:00, ik begin altijd stipt, ik heb dat geleerd op school. En om 8:00 begonnen we met de vergadering en ik zei, jongelui, wij moeten een punt aan de agenda toevoegen. Want we krijgen vanavond hoog bezoek. De koning komt. Puh, zei een van de jongens, maak dan je tante wijs, volgend punt. Ik zeg, oké, om 7:50 ga ik naar beneden, want die zijn heel stipt. Dus om 7:50 ging ik naar beneden en om 8:15 komt hier een zwarte golf aan. En daar zit de koningin en de kolonel. Parkeren hun wagen in de zijstraat en die komen, ik kom naar hen toe en ik verwelkom hen. En dan zeg ik tegen de koning, majesteit, hoe wilt u de avond doorbrengen? Ook zegt hij, ik wil natuurlijk de komeet van Halley zien en een paar waarnemingen als het kan en de mensen groeten die er zijn. Ik zeg, nou het is toevallig juist de jeugdkern. Oh, dat is goed. Wij naar boven en ik was al blij dat de jeugd recht stond toen de koning binnenkwam. En toen gingen we zitten en hij begon te vragen, en Filip, wat interesseert jou aan sterrenkunde? Hoe lang kom jij al hier? Wat is jouw hobby? En zo. En de koning ontwapende die kinderen, die waren geen kinderen, waren jongelui. Maar dat was zo spontaan en buitengewoon. En zo is hij 4 keren op 4 verschillende avonden geweest, privé. En 1 keer officieel. Met beneden in de grote zaal een hele grote tentoonstelling. Met ook die hele grote sterrenkaart die voor die gelegenheid gemaakt werd. Hè. En dan, een week voor het overlijden van Pieraerts, kreeg ik telefoon van het hof of het mogelijk was om Pieraerts nog te spreken. De koning wenste met Pieraerts te spreken. Daar ben ik met een telefoon naar zijn kamer gegaan en daar hebben we nog 1 uur samen gesproken. En toen hij overleden is in 84, toen was er een hele grote krans, bloemenkrans, voor Fabiola en Boudewijn. Ja. Vaak krijg je dan de vraag van bezoekers, zeg maar, hoe komt het nu dat een sterrenwacht, een volkssterrenwacht, hè, toch waar je de wetenschap wil brengen naar het publiek, hoe komt het dan dat het een geestelijke is die net zoiets opricht? Zit daar iets achter? Zit daar die zoektocht naar, ja, wat is daarboven? Of is dat dan meer een poging om, ja, twee zaken die historisch een beetje, ja, vuur en water waren, met elkaar te verzoenen? Ja, een goede vraag. Hij was, toen hij in Grimbergen kwam, godsdienstleraar in Vilvoorde, Fidelis. En daar zaten heel veel meisjes uit Grimbergen, die nu moeders en grootmoeders zijn in onze gemeenschap. En die praten nog wel eens over Pieraerts als ze mij tegenkomen. En dan zeggen ze bijna altijd, hij gaf geen godsdienst, hij gaf sterrenkunde, maar het was wel godsdienst. Zo boeiend kon hij geloof en wetenschap bij elkaar brengen. En dat was ook zijn visie. Hè? Bij een abdij hoort een sterrenwacht. En een sterrenwacht hoort bij een abdij. Geloof en wetenschap moeten kunnen samengaan. Dus de periode van dat ruzie maken, dat, die er lang geweest is, hè, dat was volgens hem toen volledig van de kaart voorbij. En daarom had hij ook zo'n hele goede relatie met Théard de Jardin. En Max Mildiers. En Bodivé. En noem maar op. Mensen die ik naderhand verschillende keren hier opnieuw heb laten komen en die ook van die moderne visie overtuigd waren. Hij had alle werken van Théard de Jardin bijvoorbeeld, Franstalig, en hij las die ook allemaal graag en hij was daar vol van. En hij zei ook altijd, als wij een sterrenwacht bouwen, dan moeten we ervoor zorgen dat we op didactisch gebied optimaal zijn. Het beste van het beste moeten we hebben om toekomstgericht te kunnen werken. En ik herinner me nog toen wij de eerste computers gingen kopen. Toen was Frank de Boze als jonge kerel hier en die moest mee. Want die kende daar toen al heel veel van. Pieraerts, dat was moeilijk voor Pieraerts. Bejaarde man, alles in het Engels en hij was Franstalig en Nederlandstalig. Dus hij zat met een Frans, Nederlands of Engels woordenboekje bij de computer die hele zaak te bestuderen. Dus hij was een doorbijter, een vechter. En zo heeft hij die sterrenwacht hier uit de grond gestampt. En dat het nu een geestelijke was, ja, dat is mooi meegenomen, hè, maar het heeft er misschien wel iets mee te maken. De theologie, zijn visie op de kosmos, er moet iets groters zijn.
waar wij niet bij kunnen. Sterrenkunde trekt niet enkel alleen een zeer breed publiek aan, maar in het bijzonder liefhebbers die voor de sterrenkunde iets meer voelen als voor andere wetenschappen. En die mensen, die veronderstel ik, zullen zich hier als ware thuis voelen. De sterrenwacht moet voor hen een centrum worden. Zodoende dat ik de gelegenheid heb om verschillende van hun, zoveel mogelijk, als monitor op te leiden. Zodoende dat zij niet zozeer mij, maar wel het publiek ten dienste staan. En het publiek kunnen rondleiden, uitleg geven en de instrumenten van de sterrenwacht hanteren. En zelfs de grote kijker, om aan dat publiek dus iets te laten zien. Je had het over zijn taal en kennis. Ja, Frans en Nederlands van afkomst, het Engels zal ook wel gegaan zijn. Maar ik merk ook, zeker in de fotoboeken, dat vooraleer de sterrenwacht zelf gesticht werd, dat hij heel vaak op verkenning ging. En op dat moment was er nog niet veel, behalve in Nederland, maar vooral in Duitsland. Ik heb heel veel foto's gezien waar hij bij Duitse volkssterrenwachten terecht kan. Dus Duitsers moeten hem ook wel gekend hebben. Ik heb hem nooit Duits horen spreken. Maar waarschijnlijk heeft hij wel zijn plan kunnen trekken, zoals zoveel Vlamingen hun plan kunnen trekken als ze in Duitsland zijn. Dat is dan zowat Vlaams-Duits. En sterrenkunde is een universele taal. Ja. Maar ik weet wel dat hij verschillende keren naar Duitsland geweest is om informatie op te doen, om te leren. Trouwens, er staat hier ook een Duitse telescoop, hè? Naast de Franse en Duitse van het begin. Mm-hmm. Het pronkstuk van de volkssterrenwacht Mira, de telescoop, staat opgesteld in een perfect draaiende koepel die niet traditioneel rond is, maar een 12-kantige vorm heeft. Een nieuwe formule die een ruimer kijkvenster op het heelal biedt. Een mooie kijker, Pater. Ja, meneer Vien, dat is het wel. Hoewel het niet de definitieve is, die komt pas aan het eind van het jaar. Maar deze kijker, die heeft een Duitse volkssterrenwacht lang gebruikt en nu mij geleend. En het is een merkwaardig stuk, want het heeft toebehoord aan een groot Duits geleerde, Philippe Voet, die daarmee de eerste maandkaart getekend heeft, al enige jaren geleden. En welke afmetingen heeft die telescoop? Deze heeft 150 mm diameter en een brandwijdte van tegen de 2 meter. Wat hebt u al waargenomen? Al hele mooie zaken. De Andromeda-nevel. Dan deze dagen de planeet Saturnus. De sterrenhoop in Hercules. En dan natuurlijk de Melkweg nagegaan en bekeken. En wat ik hier gezien heb, dat kunnen de kijkers ook zien. En daarom heet ik hen natuurlijk hartelijk welkom. Voor wie de uitnodiging aanvaardt nog dit. Vanaf morgen is volkssterrenwacht Mira elke avond open om 20 uur, 's winters om 19 uur. Werd hij op een bepaald moment niet misschien een beetje te ambitieus? Dat is nu iets wat ik nu met 40 jaar terugblik kan zeggen. Maar wat op een bepaald moment is er ook een soort van tweede Mira geweest op Mallorca. Ja, dat is zo gekomen. Er kwam hier een man, een directeur van een reisbureau, en die zei tegen Pieraerts: op Mallorca kun je sterren kijken zonder telescoop, heel de nacht door. Daar moet je eens naartoe gaan. En Pieraerts zei, maar dat kost veel geld, hè? Je krijgt van mij een vliegtuigticket. En die twee gingen samen naar Mallorca en die kwamen allebei wild enthousiast terug. En toen zei die man, ik ga nog een stapje verder. En toen legde hij zijn plan uit, ik wil een sterrenwacht op Mallorca. En naar aanleiding van die maanlanding en de belangstelling van de mensen, zou ik willen weten wat de bezoekers op Mallorca ervan denken. En toen zei die man, die zei tegen Pieraerts, zoek 6 vrijwilligers uit die wat talen kunnen spreken. En stuurde je met enquêtes de straten op. En ik was daarbij bij die 6 en we gingen naar het strand, naar de nachtclubs, naar de terrasjes, naar de bars en overal en we spraken mensen aan. Dat was grandioos. Het resultaat was dat er een Mira 2 zou komen.
En de familie had er al een huis en een stuk grond. En op die grond is daar Mirados ontstaan. En vrij goed, maar na een jaar of 10 verminderde de belangstelling. En dan is we daar uiteindelijk mee gestopt. Ja, begin jaren 70 was ik dus assistent in Mira in Geenbergje. En ik had toen de gelegenheid om te samen met Wouter Peeraerts en onder andere ook Armand Pien en Arie de Meijer, de voorzitter van de Vereniging voor Sterrenkunde, naar Mira, Mallorca af te reizen. Dat was de bedoeling om ginder de toeristen de sterrenkunde bij te brengen nabij een vakantiecentrum, zal ik maar zeggen. De bedoeling was eigenlijk om de toeristen te ontvangen. En ook de zuidelijke hemel meer te zien, maar niet zodanig voor de lichtvervuiling. Men kon hier in Grimbergen, meer in Grimbergen, zelfs de Melkweg met het blote oog zien, gedeelte daarvan tenminste toch, en onder andere Andromeda-nevel en de dubbele sterrenhoop van Perseus bijvoorbeeld. En qua toeristen, spreken we dan over een internationale gezelschap of was dat typisch Belgisch? Het was vooral een Belgische touroperator en ook Luik, geloof ik, een Duitse touroperator, want er zat toch veel Duits. Dus de ontvangst of het kijken door de telescopen was toen vooral voor de Duitse en de Nederlandstalige toeristen. De plaats waar we nu zijn is eigenlijk een hele merkwaardige plaats. Hier is alles begonnen. Ik noem deze plaats, we noemen hier het planetarium, het hart van Mira. Dat geldt nu niet meer, want er is zoveel veranderd, zoveel bijgekomen, dankzij de inzet van zoveel vrijwilligers en het huidige beleid. Maar toen, in die periode, ja kijk, dit was het. Hier kregen de mensen de eerste uitleg. En vooral in de wintermaanden, als het slecht weer was, of in de zomermaanden, als er niks te zien was, dan zagen ze hier alle hemellichamen die wij kunnen waarnemen met sterrenkijkers. Maar ook de vloer is heel interessant. Pater Piras wilde hier zomaar geen gewone keukenvloer of geen parket, maar hij wilde een stevige, solide vloer. En hij trok met een camion, en hij was zelf niet te lui om te rijden of te werken, naar de Walen, naar steengroeven en hij vroeg gewoon afval. En met die afval heeft hij hier op zijn knieën gezeten om deze vloer hier ook in cement te maken, samen met de verschillende vrijwilligers. Dus dit was eigenlijk het hart van Mira en ik vind het nog een heel interessante plaats. Natuurlijk nu is er ondertussen, dankzij de medewerkers van nu, heel veel bijgekomen en ook dankzij de vooruitgaande technologie en de wetenschap en de sterrenkunde en de ruimtevaart. Maar dit is toch wel een hele merkwaardige plaats. Eigenlijk toen de sterrenwacht begon, was ik eigenlijk een van de eerste, misschien wel de eerste medewerker van Pater Piraerts. Maar die herinnert me nog heel goed de vraag, dat hij mij de vraag stelde of ik geen zin had om hem dorp te komen helpen, al was het maar voor administratief hem te helpen, mensen ontvangen en te schrijven enzovoorts. Wat ik van hem eigenlijk bewonder en wat ik eigenlijk respect voor had, dat hij zo, als hij zijn brood achtergaf, dat hij zo bezield en overtuigend kon spreken. Was als het ware alles wat hij mensen eigenlijk wilde overdonderen, wat het heelal eigenlijk betrof en de sterrenkunde betrof. En Piraerts was dus ook een kloosterling. Maar de sterrenwacht ging voor alles. Als er iets in de abdij was en dat samenviel met een van de activiteiten van de sterrenwacht, dan ging de sterrenwacht bij hem voor. Buiten op het terras, hoog boven de moestuintjes van Grimbergen, richt men enthousiast de lens op het heelal om Saturnus en Vega op te sporen.